Zondag wordt voor de 10e keer de Venloop gehouden. 25.000 actieve sporters lopen door de kernen van Venlo, Tegelen, Stijl, Houtblerik en Blerik. Er worden weer tienduizenden bezoekers verwacht. Dit zal zeker leiden tot verkeersoverlast. De organisatie spant zich in om de overlast tot een minimum te beperken. Informatie over wegafzettingen, aanpassingen in het openbaar vervoer en dergelijke kunt u vinden op www.venloop.nl of www.venloop.nl. Morgen zijn de provinciale statenverkiezingen en de verkiezingen voor de waterschappen. Denk aan uw stempassen en uw identiteitsbewijs. De stemlokalen zijn open van 7:30 ochtends tot 9:00 avonds. Voor meer informatie www.venloop.nl/verkiezingen.